Nou, even net boodschapjes gedaan, brood gehaald, chocomel lekker gehaald en... Ik weet het mensen. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker, net lekker gedoucht. Heerlijk is dat. En zo meteen even iemand wakker bellen. Moet ook gebeuren. En dan ga ik eerst even haren kammen. Zo. Ah. Gelukkig ga ik al deze week naar de kapper. Maar dan laat ik jullie al weten wanneer. Ik ga in ieder geval nu lekker even koffie zetten. En klaarmaken om richting werk te gaan. Dus laten we dat doen. In ieder geval eerst lekker. En toen ben ik lekker thuis en dan ga ik even wat dingen opruimen zoals dit. En ik moet ook nog even naar de winkel, want nu is het nog gelukkig droog. Want er is wel heel veel regen verwacht vandaag. Maar vandaag gaat regen nu nog, dat weet ik geen flauw idee. Het is nu nog droog. Ik ga zo snel mogelijk even naar de supermarkt om even eten te halen voor vanavond. En voor Gaia. Dan ga ik het ook even doen. Dus laten we dat even snel doen. Ja, even hier een beetje opruimen. Dat moet ook even gewoon gebeuren. Het is heel moeilijk om bij te houden. Dat vind ik altijd moeilijk bij te houden. Maar ja, het moet ook gewoon gebeuren. Dus laten we dat even doen. Eerst even naar de winkel. Nou, even net boodschapjes gedaan. Brood gehaald. Chocomel lekker gehaald. En lekker piccolini's. Die zijn ongelooflijk lekker. Vind ik zelf. Iedereen vindt wat anders. Iedereen vindt het niet lekker. Sommigen wel. Maar ja, ik ga daar even lekker even lunchen nu. En het brood dadelijk allemaal in een plastic zak doen en daarna in de vriezer. Heel brood ga ik gewoon niet redden anders. Dus vandaar dat ik het in een zakje doe. En de andere helft gaat in de koelkast gewoon. En dan ga ik, ja, gewoon genieten. Dus in ieder geval even hier een beetje dingen opruimen. En dan, ja, en ik zit nog te wachten op video, want hij is nu mijn vlog. 25 minuten wachten. Oh my god. Dit duurt ongelooflijk. Ik heb heel veel dingen aan bewerkt, namelijk aan die video. Even een keer proberen een goed video van te maken. Ik hoop dat het beter is. Qua kwaliteit ook, namelijk. Ik ga nu maar dus wachten op piccolini's. En dan ga ik lekker kijken hoe ver mijn editor is. Ik weet het mensen. Ik ga nu lekker pizza eten, want eigenlijk is het standaard. Elke dinsdag is voor mij pizzadag. En dat vind ik gewoon het lekkerste wat er is. Een van de lekkerste. Ik vind nog meer dingen lekker. Dus pizza, lasagne, boontjes. Een van de groenten. Die heb ik trouwens wel vandaag gehaald. Want ik ben natuurlijk, wat ik al zei, naar de supermarkt geweest. Heb ik boontjes gehaald, want ik kan dan aardappels liggen. En ik kan nou pizza in de oven. En dan gaan we wachten tot die klaar is. En daarna ga ik bellen met een paar mensen. Maar dat maakt niet uit. Voor verrassing voor iemand. En echt, ik kan er ook nog van genieten. Want als elke keer donker wordt, is hier daar. Elke keer, ik heb elke keer zo vaak over gehad. Maar jullie weten dan natuurlijk hoe dit wordt vertellen. En wat ik ook dan nu wil zeggen is dat ik wat dingen klaargelegd heb voor de pizza natuurlijk. Want daar heb ik echt wel enorm veel trek in, pizza. En dan, ja, even lekker dan achter de computer met lekker pizza. Dan ik lekker achter de computer zitten, doe ik heel vaak. Het is lekker wat er is. Even lekker relaxed in Zoom. Oké, wauw. Dus dat en, ja. En ik ga, want ik ga achter het scherm iets doen voor iemand. Word ik even voor zekerheid geen namen gaan zeggen. Maar cadeautje voor iemand achteraan, want dat kan ik wel letterlijk zeggen. Ik ga achter iemands cadeautje aan en het is van Rick. Want Rick wordt 23e 25. Dus Rick en ik verschillen bijna niks. En dan kan ik een heel leuk verhaal vertellen tussen mij en Rick. Rick ken ik trouwens van een heel oude school van het segment. Dik shout-out naar het segment in ieder geval. Het segment is het eigenlijk GSG. Het segment, als ik goed zeg. En vandaag, dus zo toevallig, zag ik oude stagebegeleider. Ik zat er lekker mee in gesprek. En toen zei ze, ik ga even snel even door. Want toen moest ik een gesprek met mijn baas, om het zo te zeggen. Over, nou, over een stagiair. Want dat is zo grappig, namelijk. Van mijn school komen nog steeds, vooral nu dit laatste tijd, komen heel veel stagiairs van mijn oude school naar mijn werk stage lopen. En dat vind ik zo grappig, want dan heb ik het heel vaak over leraren. Nou, eigenlijk letterlijk meer over leraren. Van, ken jij die leraar nog? En weet jij of die? Want ik weet ook nog dat oude leraar van mij, nou ja, soort van oud leraar, dat was niet echt mijn docent, om zo te zeggen, maar die is overleden. Maar de man van haar is wel docent geweest. Ik ga voor de zekerheid geen achternaam noemen. Maar wat schrok ik er toen van, toen zij overleden was. Ik schrok echt enorm. Ik had het echt letterlijk niet verwacht. Het is zo. Ze is helaas overleden. Dat zie je de laatste tijd echt best wel veel. Maar het is bij haar letterlijk eigenlijk onverwachts gegaan. Wat ik ook nu ga doen is, wacht even, pizza. Maar wat heb ik leuke jaren op school. Minder leuke jaren op die school gehad. Want ik heb heel veel geluk gehad. Zou jullie het leuk vinden misschien dat ik over schooltijd ga praten van mijn school? Laat even weten in de reactie. En misschien ga ik wel over mijn oude schooltijd praten. Lijkt me best wel leuk. Eigenlijk. Nou, eerst wachten op een pizza. En laat me weten wat jullie ervan vinden. Of ik over oude schooltijden moet praten. Ik heb best wel wat veel gehad op school. En ja, echt heel lange dingen meegemaakt. Maar ja, niet alles natuurlijk ga ik erover vertellen. Maar leuke momenten. Hoe het gaat op school bijvoorbeeld. Misschien willen jullie dat weten. Nou, bijvoorbeeld zulke dingen, weet je wel. Daar kan ik over praten. Van hoe vond ik het school? Wat gebeurde er als je zou gepest worden? Bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Hoe zou de school erop gaan? Want dat is ook wel natuurlijk verschillend per school. Ik kan er nu wel iets over vertellen, maar misschien willen jullie dat helemaal niet horen. Dus ik laat aan jullie over. Of jullie dat willen horen. Ik zit tussentijd even een beetje kijken naar mijn pizza. Wat helemaal geen nut heeft. Ik ga even lekker bij de computer zetten. En wachten maar op pizza. Over 8 minuten is hij klaar. Onverwachts kreeg ik ineens een belletje voor het eten. Van Sander, weet je dat vanavond vergadering is? Dus ik dacht, lekker handig. Want ik had ook al gepland waar ik ging bellen. Nou, het is allemaal in ieder geval goed gekomen. Maar ik ga nu even lekker gordijnen vast dicht doen. En vast klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Want het is al bijna 9:30. Dus ik ga lekker mijn bedje in klaar te maken en dan lekker mijn bed in. Maar ik vind dat het onverwachts gewoon niet echt handig gepland van mijn begeleider. Maar oké, kan gebeuren. Onverwachts. En ik ga nu maar even klaarmaken. En ik zat lekker achter de computer ook. En wat zat ik lekker te eten? Dat was lekker tomaten. Dat was super lekker, want dat zijn gewoon snoeptomaten. Is ongelooflijk lekker. Ik vond het lekker van het genieten. En nu ook lekker klaar te maken om daar mijn bed in te gaan ook. Kan je zitten, ligt daar nog. Daar zo. Letterlijk. Waar mijn vinger ongeveer wijst. Hé boef. En ik zat lekker hier aan te smullen. En dan, ja. Was lekker. Een lekker pizzaatje. Ook heerlijk. En nu, maar lekker. Gaan maken naar het bed te doen. Wat ik het eerst ga doen is dan even die licht uit doen. Dan, ja, maar dan gaan jullie zo meteen wel zien. Ik ga nog even lekker weer voorbij komen nog. En verder lekker relax achter de computer. Ik ga me lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. En lekker vlog afsluiten. Een paar dingen in de koelkast zetten. En morgen weer een dag natuurlijk. Ik hoop dat jullie allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe dan even sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in GroenHeel Vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Zo, het is gelukt mijn pak weg te brengen bij Stomerij. En wat gaat het snel? Ik kan het donderdag al op kunnen halen. Hoe tof is dat? Het is echt heel snel geregeld. En ik ga nu lekker richting huis. Om maar warm te worden.